1 op de 5 zorgmedewerkers denkt aan stoppen, blijkt uit onderzoek van FNV Zorg en Welzijn. De werkdruk en een te laag salaris zijn de belangrijkste redenen. Assistenten zeggen van ik stop ermee, dan heb ik een probleem. Want ik heb niet een bus met assistenten voor de deur hier staan die graag weer invallen. Ook het verkoudheidsseizoen is begonnen. Huisartsen hopen dat mensen met klachten thuis blijven en zich laten testen. En een ontsnapte servalkat heeft een wijk in Dieren dagenlang in zijn greep gehouden. Voor anderen is hij niet zo lief. Dan gaat hij blazen, laat hij de tanden zien. Goedenavond. Een groot deel van het Gelders zorgpersoneel overweegt te stoppen. Maar liefst 1 op de 5 werknemers die denkt er zo over. Dat blijkt uit een onderzoek van FNV Zorg en Welzijn. Een schokkend hoog aantal volgens de vakbond. Ook bij deze huisartsenpraktijk in Nijmegen merken ze dat de motivatie om door te gaan minder wordt. Ik weet dat er nu in de ziekenhuizen en ook bij collega huisartspraktijk dat er echt een probleem is. Hoe krijg ik de assistentes gemotiveerd om door te gaan, maar ook collega huisartsen die het heel zwaar hebben gehad het afgelopen jaar. Zo'n 1400 Gelderlanders die in de afgelopen 1,5 jaar in de zorg werkten of hebben gewerkt, zijn door FNV Zorg en Welzijn ondervraagd. Bijna de helft van de ondervraagde medewerkers overweegt te stoppen met werken in de zorg als gevolg van een te hoge werkdruk. En meer dan een kwart denkt aan stoppen vanwege een te laag salaris. Ja, de druk op de zorg is al groot en dan komt ook het griepseizoen er nog aan. Huisartsenposten die maken zich op voor mogelijk weer een druk najaar en hopen dat mensen met verkoudheidsklachten thuis blijven en zich vooral laten testen bij de GGD. Opvallend was dat vorig jaar, toen we met de corona zaten en de R in de maand, dat we eigenlijk heel weinig virusinfecties hadden. Iedereen was bang voor die corona, iedereen trok zich een beetje terug. Opvallend ook dat bij de kinderen met de middenoorontsteking ook helemaal geen middenoorontstekingen waren. Dus de rust die we hebben gehad op dat gebied, dat iedereen zich meteen liet testen, dat is nu een beetje achter de rug aan het komen. De rust lijkt nu voorbij te zijn. Maar of daadwerkelijk meer mensen de griep gaan krijgen, is lastig om te zeggen. Ja, dat weet ik niet. Je zou denken van wel, maar ik hoop stiekem dat mensen toch een beetje meer afstand van elkaar proberen te houden. Wat minder makkelijk elkaar gaan kussen, wat minder handen gaan geven. En als mensen ziek zijn, dat ze gewoon afstand houden van elkaar. Waardoor je hopelijk niet straks een heel verkouden land hebt. Het is ook begrijpelijk, hè? Nu we wat dichter weer bij elkaar komen, zijn we ook wat invloedrijker voor dat wat we bij ons dragen. Dus. Als mensen afstand houden of geen handen meer geven, ja, dan kun je daar een beetje wat beter afkomen. Naast afstand houden is ook de jaarlijkse griepprik voor kwetsbare mensen van belang, volgens de huisarts. Hij hoopt dat mensen met verkoudheidsklachten en griepklachten thuis blijven en zich laten testen. Als je gewoon verkouden bent, niet hier komen, want je besmet ons ook. Als wij verkouden worden, kan ik geen patiënten zien. En daarom blijft zijn advies. Heb je klachten, laat je testen. Dan weet je waarover je het hebt. En dan weet je ook of je besmetting voor de andere mensen in je omgeving bent. Een servalkat is vrijdag ontsnapt in Dieren. Via de voordeur is het roofdier de wijk ingeglipt. De Afrikaanse kat is gevaarlijker dan de gewone huiskat. En de eigenaar is dan ook al dag en nacht aan het zoeken naar zijn chica. Het dier ontsnapte toen hij door zijn baasje werd uitgelaten. Op mijn okte binnen, ik moet de vuilnis hem nog aan de weg zetten. Toen kwam ik terug en toen bleek dat ik de deur niet goed dicht had gedaan. En toen was hij weg. Chica is een serval. Serval is een Afrikaanse kat en het betekent wolvenhert. En de eigenaar hoopt dat het dier dus snel gevonden wordt. Het is een beetje een luipaard in het klein, maar een luipaard ziet er toch wat anders uit. En het is een vrouwtje. Voor anderen is hij niet zo lief. Dan gaat hij blazen, laat hij de tanden zien, maar bij mij is hij heel lief. Maar ja, komt hij toevallig bij iemand binnen en dan moet je hem helemaal niet gaan pakken, gewoon de deuren openzetten. Dan gaat hij wel weer weg. Want hij kan ontzettend hard bijten. Een stok bijt hij zo in de midden. Hij is ook niet bang voor honden. Mijn eigen katten, dat zijn zijn vrienden, maar wilde katten gaat hij achteraan. Waarom heeft u zo'n wild dier? 2,5 jaar geleden is mijn zoon nog verongelukt. En ja, toen zocht ik afleiding. En toen heb ik nog 4 katten gekocht. Toen hoorde ik van iemand die een kitten had die verstoten was en dood zou gaan. En die heb ik dan gekocht, opgevoed met melk. Dag en nacht om de 4 uur melk geven. En het is mijn maatje geworden.
We gaan 3 keer per dag 3 kwartier wandelen met hem. Dat vindt hij heel fijn. Behalve die vrijdagavond om 12 uur. Toen deed ik de deur niet meteen goed dicht. En toen is hij ontsnapt. Ik ben heel verdrietig. Ik vind het heel vervelend voor de buurman. Maar ik heb niks met dat beest. Ik vind dat zo'n beest niet thuis hoort. Waar vreest u voor? Nou, dat hij andere beesten aanvalt. Nou, ik maak me wel een beetje zorgen dat hij kippen en konijnen gaat vangen. Ondertussen wordt Henk gebeld en is Chica mogelijk gespot in het bos in Dieren. Bij de inboslaan. Daar, bedankt. Ja, de tip die Henk kreeg bleek de gouden tip, want Chica is inmiddels gevonden. Maar de servalkat van Henk is niet de enige die wegloopt. Bij Stichting AAP luiden ze de noodklok. Een serval is volgens hen totaal niet geschikt om als huisdier te houden. Je moet je voorstellen dat de afgelopen jaren kregen we 2 of 3 aanmeldingen van dit soort wilde katten per jaar. Afgelopen jaar kregen we 20 aanmeldingen in 1 jaar tijd. En dit jaar zaten we eigenlijk al op de eerste helft van het jaar zaten we al op 20 aanmeldingen. Dus als je dat doortrekt naar de rest van het jaar, dan wordt dat weer een veelvoud. En we zien dat die cijfers alleen maar omhoog gaan en niet meer naar beneden gaan. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat deze dieren steeds populairder worden als huisdier. Maar ze zijn zo ongeschikt. En dat blijkt maar weer als ze dan weer van dit soort dieren ontsnappen. Zo'n kat eet niet onmiddellijk een kind op. Maar een keer een flinke klauw in je gezicht of een oog of anderszins gaat gegarandeerd een keer gebeuren. Dat is niet een kwestie van of, maar meer de vraag wanneer. Prachtige dieren. Ga ze vooral in de dierentuin bekijken, maar niet in de huiskamer. Zometeen meer over deze bijzondere SRV-wagen in de Achterhoek. Dan moet je de vinger in het gaatje doen van het nummer. En dan 5 en dan 8. Waarmee je afreist naar het verleden. Een brute woningoverval in Zevenaar afgelopen nacht, waarbij een oudere man gewond raakte. Rond 2 uur 's nachts werd bij de bewoner aangebeld. 2 vrouwen en een man met 2 honden wisten het huis binnen te dringen. Ze namen een telefoon en geld mee en de bewoner werd door een van de honden gebeten. In het appartementencomplex wonen vooral ouderen. De buurt is erg geschrokken. Ik hoop gewoon dat er ergens camerabeelden zijn, dat ze zo snel mogelijk gepakt worden. En dat met het slachtoffer, dat die er hopelijk ongedeerd vanaf is gekomen en goede hulp kan krijgen om dit te kunnen verwerken. Er is nog niemand aangehouden. Vandaag herdenken we de dappere mannen die hun angst trotseerden en in eenvoudige canvasbootjes de Waal overstaken voor de bevrijding van Nijmegen. Bij het Waaloversteekmonument op de Oosterhoutse dijk in Lent bij Nijmegen werden vandaag de geallieerde militairen herdacht. Die sneuvelden tijdens de Waaloversteek op 20 september 1944. Destijds staken meer dan 260 militairen de Waal over met canvasbootjes. Daarbij kwamen 48 soldaten om. Waterschap Rivierenland heeft een wereldwijde primeur. Een nieuwe revolutionaire vondst om dijken veilig te houden. In Gameren wordt het voor het eerst toegepast. Wat hier in Gameren speelt, speelt op heel veel plekken langs dijken. Bij hoogwater loopt er altijd water onder de dijk door. Als er met dat water ook zand meespoelt, wordt de dijk eigenlijk ondergraven en daardoor op den duur instabiel. Diepe damwanden moeten ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Maar nu is er iets nieuws bedacht. Geen damwand, maar een filter van grof zand. Je kunt een beetje vergelijken als met een koffiefilter. De koffie blijft mooi in je filter zitten, het water gaat erdoor. Ja, maar nou denk ik, zand waar makkelijk water doorheen gaat, dat hoort niet in een dijk thuis. Dat is mijn eerste gedachte. Dat is een goede gedachte natuurlijk. Maar ja, het water zal altijd door de dijk trekken, zeg maar. Maar door deze grof zandbarrière neer te leggen, stoppen we wel het pipingprobleem. Er is veel belangstelling voor dit project, ook van buurtbewoners. Die hebben wel vertrouwen in dit systeem. We hebben er al 75 jaar hier gewoond, dus we zijn nog niet weggespoeld. En we hopen het nog een poosje vol te houden. En bij het waterschap zijn ze ervan overtuigd dat het systeem ook op andere plekken toegepast gaat worden. Hier bij Gameren zijn naar verwachting in november de werkzaamheden klaar. De SRV-wagen. Veel mensen die zullen hem kennen als rijdende supermarkt die bijna dagelijks aan huis kwam. De komende weken rijdt er weer een SRV-wagen door de Achterhoek, maar nu niet met boodschappen, maar om inwoners wat te leren over de wederopbouwtijd en duurzaamheid. Dan moet je de vinger in het gaatje doen van het nummer.
En dan 5. En dan 8. Kinderen in Winterswijk krijgen in de SRV-wagen uitleg over typische voorwerpen uit de jaren 50 en 60. En die zijn niet allemaal even bekend. Die oude telefoon, die heb ik wel eens gezien, maar niet in die vorm. Ik wist nog niet dat de bonen niet in de diepvries of zo gingen. In de SRV-wagen van het Gelders Genootschap zit een escape room waarin een reis wordt gemaakt door de wederopbouwperiode in de Achterhoek. Die volgens de initiatiefnemers veel gelijkenis heeft met de uitdagingen waar we nu voor staan. De opgave als duurzaamheid, klimaat en die verbinding willen we graag maken. Maar ook wel mensen bewust laten zijn dat ze best trots mogen zijn op wat er gebouwd is na de oorlog. Dus ook daar willen we die aandacht wel voor vragen. Mede door een samenwerking met het waterschap leren de kinderen niet alleen wat over de wederopbouwperiode, maar ook over de huidige klimaatproblemen. Nu hebben ze in steden ook best veel steen en zo. En dan moet eigenlijk wel veel meer gas komen, omdat als je dan een hele harde regenbui hebt, dan komen er veel meer overstromingen. De komende weken rijdt en stopt de SRV-wagen nog in verschillende gemeenten in de Achterhoek. Dan nog het weer. Vandaag begon met een lekker frisse ochtend en een prachtige zonsopkomst. Vannacht klaart het breed op. De temperatuur die daalt snel en komt uit op zo'n 4 of 5 graden. En met kou aan de grond is de temperatuur rond de 0 graden. Op de koudste plaatsen ontstaat nevel of mist. Morgen laat de zon zich van tijd tot tijd flink zien. En in de middag ontstaan wat stapelwolken. De temperatuur die loopt bij weinig wind op naar waarde zo rond 19 graden. De komende dagen is het wisselend. Woensdag is het ook nog zonnig na zomerweer. Donderdag en vrijdag is het wat koeler met kans op een lokale bui en soms een stevige wind ook. Ja. In het weekend is het weer droog. Tot zover deze uitzending. Meer nieuws vindt u op onze site gld.nl en uiteraard op onze app. Mooie avond nog.